Dus dat is wel heel erg leuk. Maak een yoghurt met een appeltje. Ieder vakje is een 10 cc. Ja, dus, ik maak wil graag vakken. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Dat betekent dat het de dag is waarop ik Lana altijd naar de gastouder breng. Ze gaat één dagje per week. En dat is dan ook echt mijn werkdag, zeg maar. Ik heb net Lana in de auto gezet en achter mij zit Amy. En ik ga dat brengen. En dan zien jullie zo wat de plannen zijn voor vandaag. Zo, daar ben ik weer. Ik ben terug van de gastouder en ik heb lekker een kopje koffie gezet. Amy lag nog net te slapen, dus die heb ik overgelegd in het bed. In dat bedje, in de wiegje boven. En het is nu 9 uur. Ik drink mijn koffie op. Ik ga even wat mails beantwoorden. Want dat moet ook nodig gebeuren. En vandaag ga ik een video opnemen. Een campagnevideo, maar wel echt een hele leuke, een veel aangevraagde video rondom het huishouden. Mijn routine en dan het gebied van sanitair. Dus de badkamer. En de badkamer is best wel vies, dus die moet ook gedaan worden. Dus... En omdat het een video is die ik niet makkelijk zelf kan opnemen. In verband met dat ik echt goed moet kunnen filmen, zeg maar. En niet met een statief, want dan zie je niet de hele badkamer. Komen mijn ouders me helpen. Mijn vader komt me helpen met filmen. En mijn moeder is er dan ook voor Amy. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat vinden zij ook heel erg leuk. En wat er verder vandaag op de planning staat. Nou, vanmiddag nog even een paar uurtjes werken en schrijven. Als ik eraan toe kom, bijvoorbeeld met Amy. En daarna ga ik met mijn vader op pad. Namelijk naar een event van een nieuw restaurant. Of eigenlijk bestaat het restaurant al. En ze hebben een nieuw culinair viergangen diner menu samengesteld. En ik was uitgenodigd of ik dat wilde proberen. Nou ja, jullie weten dat ik dol ben op lekker eten. En ik vond het ook wel heel erg gezellig iets. En ik zei tegen mijn vader, goh, deze uitnodiging, zou ik het doen, ja of nee? Het is best wel ver rijden. Toen zei mijn vader, ik ga gezellig met je mee. Dus ik ga lekker met papa op pad. En gaan we lekker daar eten. En ondertussen is mijn moeder hier dan voor Lana totdat Janique thuis komt. Eten hun samen en dan is Janique vanavond alleen met de kindjes. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus wel een hele leuke dag. Dus daardoor, ik zet even mijn koffie hier. Daardoor dacht ik ga vandaag vloggen. Het leven van een borstvoedingsmama vraagt soms wat voorbereiding. Eigenlijk sowieso denk ik aan het leven van een moeder. En zeker van een baby. Ik ben vanavond weg van ongeveer 4:15 tot, laten we zeggen, 10, 11 uur. Dat betekent... dat daar tussen 1 of 2 voedingen vallen. Amy drinkt 150 cc gemiddeld per voeding. Nou, als ze uit haar borst drinkt, weet ik natuurlijk niet hoeveel ze drinkt. Waarschijnlijk is dat meer. Ze is best wel gretig. Maar als ze uit een flesje drinkt, dan drinkt ze vaak, nou, laten we zeggen 150 cc. Want dat heb ik een beetje uitgeprobeerd. En ik heb in de koelkast nog 110 plus 90 is 200 cc staan. Maar dat is dus te weinig. Want als er 2 voedingen zijn, heb ik 300 nodig. Dus, what to do? Ja, ik golf best wel veel. Ik heb de laatste tijd ook veel gekocht. Ook om echt een voorraad in de diepvries op te bouwen. En wat ik zelf altijd doe, hè, dat doet ieder op zijn eigen manier. Is de voeding in ijsblokjes houder, of in ijsblokjes zakjes opslaan. Dus dan heb ik gekolfd. En in ieder vakje zit 10 cc. Dus ik heb 15 vakjes nodig om 1 voeding te maken. En meestal kolf ik rond de 100 cc. Dus de... Dus ik ga nu eventjes dit in deze fles doen. Zodat er in ieder geval ruim 2 voedingen staan. 2,5 voeding. Dan weet ik zeker dat ze niks tekort komt. En mocht het echt tekort komen, heb ik in de diepvries nog heel veel liggen. Maar goed, dat is dus hoe ik dat doe. Deze is nou gevuld met die blokjes. Die gaat de koelkast in en is je ontdooid zodra ze vanavond nodig heeft. We zijn nu bezig met het maken van een video. Met het schoonmaken van de badkamer. En het handige is, die is dan ook gelijk schoon. Dus kan ik aan jullie laten zien wat mijn routine is. En dan heb ik gelijk een schone badkamer. Dus dat is gewoon 2-in-1. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. En papa is moet helpen met filmen. En mama is even met Amy bezig. Dus dat is heel erg handig. We zijn inmiddels een paar uur verder. Ik ben bezig met het editen van de video die ik net heb opgenomen, zeg maar, met het schoonmaken. En ik drink ondertussen een kop thee. En ik vond het ook altijd voor een snack. Het is nu 3:15 en we gaan dus vanavond ergens eten. 4 gangen diner, super leuk. Maar het begint pas om 6:30 en dan moet ik wel even wat snacken. Dus ik heb als gezonde snack, heb ik maken yoghurt met een appeltje, kaneel en wat rozijntjes. Dus dat ga ik nu lekker even opeten en thee drinken en mijn video afmaken en dan insturen. En dan is het daarna nog even Amy voeden.
En dan is het alweer tijd om te gaan. Ik heb net Amy gevoed en zelfs nog een beetje gegolfd. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik hoef alleen mijn lippenstift nog te doen. Ik draag een jurkje van H&M. Eigenlijk een heel basic jurkje, maar ik vind het dan toch wel leuk. Oh, is het... er ligt hier een sportschoen op de grond. Ik vind het dan toch leuk dat het jurkje is. En kettingje van River Island en een heel basic vestje. Dus het is een beetje gewoon semi. Het is wel gewoon wat netter als een jeans of zo, maar het is niet onwijs netjes. Gewoon een fijn outfitje om mee uit eten te gaan. Dus ik ga zo vertrekken met papa. Of mijn vader. Moet ik eigenlijk altijd voor niks zeggen in video's. Mijn vader. Maar zo noem ik ze gewoon. Dus. Vraag aan jullie. Hoe doen jullie dat? Noemen jullie je ouders in bijzijn van anderen? Dus nu in bijzijn van jullie. Maar anders in bijzijn van anderen. Noemen jullie dan ook gewoon papa, mama? Of pap of mam? Of zeg je mijn moeder of mijn vader? Of zeg je ons mam? Dat is Brabant. Laat even weten bij de comments. En we zitten in de auto. Nee, dat had ik nog niet gevlogd, toch? Nee. Ik had alleen op Snapchat dat gedeeld. Op weg naar het restaurant. We zijn al in Naarden. En het is een Chinees restaurant. Hier moeten we zijn. Dit is Lam Tin Asian Cuisine. Nou, we krijgen als eerste een eerste gerechtje. Dit zijn de voorgerechten die we gaan proeven. En dit is er eentje met een krab. Snow crab en rivierkreeftjes. Dit is een red curry met garnalen en kokos en koekjes. Lekker! Ja. Nou, we hebben inmiddels al een paar gangen op. En ik heb lekker een wijntje. En het smaakt echt heel erg goed. Dus, en ik ben hier met... Hi, met Josie. Enjoy the cook. Het is lekker, hè? Ja, het smaakt echt heel goed. Ja. En natuurlijk mijn vader. Wat vind jij dat er niet zo van? Ik vind het wel heerlijk. Moet ja, hè? Ja, ik wil graag vaker mee. Rood? Nee, ik ga zo rood. Dank ja, dan ga je rood halen. Ja, super, ja. Dank voor jou. Toch even hoor, dat vind ik leuk. Ja, maar ik vind het ook wel leuk. Ik heb ook naar mijn Rotterdam. Ik vond niet zo vaak op Rotterdam. Sorry, ik dacht van jou. Wauw. Dit is het speciale jubileumtoetje. Dit is chococreme met kokosijs. En je ziet hier heel leuk het 30-jarige logootje, omdat ze nou 30 jaar bestaan. Ziet er echt fantastisch uit. Wij bloggers en vloggers zorgen voor voldoende licht voor foto's. Dus allemaal even bijschijnen. Dit is Vanessa van Culinessa en dat is Ellen van Made by Ellen. En dan heb je een goede foto. Wil jullie hem zien? Ja. Wauw. Nou, zo zie je me nog lekker uit eten. Zo is het alweer de dag na. Het was best wel, het was natuurlijk vrij laat geworden. En donker ook. En ik was moe. En nu is de dag na. En ga ik dadelijk lekker naar de Efteling. Samen met Lana en Jessica en haar dochtertje Jules. Superleuk. Dat ga ik verder ook niet vloggen. Want jullie hebben al best wel wat Efteling vlogs gezien de laatste tijd. Dus daar wacht ik weer eventjes mee. Dan blijft het ook leuk voor jullie. Dus daarmee sluit ik ook gelijk deze vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te zien. We hebben in ieder geval heel erg genoten gisteren bij het eten trouwens. Wilde ik nog even zeggen. Restaurant Lam Tin in Naarden. Erg lekker. Echt heel anders dan wat je gemiddeld altijd bij de Chinezen eet, zeg maar. Echt kwaliteit, goed vlees, goede samenstellingen, zeg maar. Echt lekkere, wat luxere gangen. Dus daar hebben we heel erg van genoten. Dus ik vond het echt een aanrader. Maar in ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie heel graag snel weer. Doei!